je kijkt naar een super toffe Fan Friday video. Vandaag ga ik namelijk iets heel erg leuks doen. Ik ga Roblox spelen samen met Dylan Hagens. Dat ga je zo meteen zien. Ik heb er zo ontzettend veel zin in. Allereerst heb ik nog wel een uitdaging voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Maar met welke hand? Dat hangt ervan af. Gebruik je linkerhand als je op dit moment sokken of schoenen aan hebt. En heb je op dit moment niks aan je voeten, gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Vergeet daarbij ook zeker niet om nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Want op die manier blijf je altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er nooit meer eentje te missen. En dan is het nu natuurlijk tijd voor het allereerste gedeelte uit deze video. Secret Project. Als je het nog kunt herinneren, heb ik aan het begin van dit jaar aangegeven dat er dit jaar, in 2020, twee gigantisch grote projecten aan zouden komen. Nu zouden jullie eigenlijk al moeten weten wat het eerste project precies is, maar omdat we zo'n ontzettend lange tijd thuis in quarantaine hebben moeten zitten, is dit project natuurlijk uitgesteld. Alleen ik heb heel goed nieuws, want het project komt eraan. Ik ga het natuurlijk nog niet verklappen, maar het komt echt zo ongelooflijk snel als in de komende 2 weken. Dat beloof ik je. Dus hou zeker deze Fan Friday video's in de gaten. Hou mijn Instagram in de gaten, want je komt te weten wat dit geweldig geheime project nou precies is. En denk je er al een ideetje over te hebben? Dan ben ik wel heel erg benieuwd wat je denkt dat het gaat worden. Dus laat het me zeker eventjes weten in de reacties hieronder. En wie weet heb je het wel goed. Er is maar één manier om achter te komen. En dan is het nu natuurlijk tijd voor Playing Roblox. Het is weer tijd voor een super leuk Roblox spel dat ik ga spelen op dit kanaal. Maar ik ben dit keer niet alleen. Ik heb een hele leuke en toffe gast. En namelijk Dylan Hagen. Hey, hallo mensen. Ik vraag me af, heb je wel eens eerder Roblox gespeeld, Dylan? Nee, ik heb dus nog nooit in mijn leven Roblox gespeeld. Er wordt wel heel vaak tegen mij gezegd dat ik het moet doen. Maar dit is echt de eerste keer ooit. Waarom heb je het nog nooit eerder gedaan? Dat is hartstikke leuk. Ja, ik weet het niet eigenlijk. Ik ben meer van de schietspellen. En nou, eigenlijk valt dat ook wel mee. Nee, dat is eigenlijk helemaal niet waar. Nou, dan wordt dit je eerste keer. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan gaat vinden. Superleuk. Ik ook. Ik ben ook heel erg benieuwd. Wat gaan we doen? We gaan 2 spelletjes spelen. De allereerste wordt een obstacle course. Gewoon om eventjes op te warmen. En omdat je nog nooit eerder hebt gespeeld, wil ik even kijken wat je skills zijn. Mijn niveau. Zijn. Ja. Ook. Daarna gaan we Piggy spelen. Een soort van horror, grappig spelletje. Nou ja, we gaan het wel zien. Nou, ik heb er helemaal zin in. Laten we gewoon beginnen met de allereerste. Yeah! Oké, Dylan. We zitten nu in SpongeBob Obstacle Course. Hey. Waarom zit je arm echt los van je lichaam? Ja, dat is de nieuwe Gangnam stijl. Wie het eerst bij de ananas is. 3, 2, 1. Yes. Oh. Ja. Yeah. Wow. We zijn gewoon getransporteerd. Oké, ik ga over de burgers heen, ja? Ik ook. Pop-up. Lekker. Nou heb ik ook wel zin in burgers. Yes, you did it. Je bent zo goed. Jij mag eerst over de kwal heen. Wat is dit? Oh my god, wat is dit? Oh, ik ga erin. Kom ook. Ik wil er ook in. Yes, where are we going? Oh, wow. Wat is dit? Oh nee. Jij staat gewoon. Tilla, wat doe je? Ik vertrouw het niet. Die gaat nooit een bocht maken. Nee, dat is waar. Wat is dit? Oh my god. Een soort van rammelaar of zo. Het zijn bellen. Oh ja. Ik kan het gewoon bijna niet zien, joh. Oh. Dit is lastig. Oh. Nee. Yes, ik ben er. Okay. Ik ben er. Wat is dit? Wat? Hoe moeten we dit doen? Dit is een glijbaan. Dit is een glijbaan. Echt? Oh. Wow. Nee. Wow. Ik weet niet wat hier gebeurde. Oh, ik wil deze unicorn. Ik wil de unicorn. Oh, dat moet je allemaal kopen. Ja, stom. Laat maar. Dylan, ik ga je er vanaf duwen, hoor. Kom op. Wacht. Nee, blijf eens staan. Dylan, ik ben al weg. Loop niet weg. Dylan. Ik ben weg. Nee. Ik loop gewoon door je heen. Ik wou dat zeggen. Nou. Finish for a prize. Okay. Hè? Wat is dit nou weer? Dit is weer een glijbaan. Eeuw, dat is een enge baby. Wow. Zo. Wow. Wat gebeurt er? Oh my. Huh? Waarom val ik? Ben je gevallen? Huh? Maar waar ben jij dan? Waar ben jij? Ik viel. Oh, daar. Nee. Dat ben jij niet. Het meisje zit er ook wel echt bij. Ze is helemaal dood hier zo. Oh, gelukkig. Ze leeft nog. Nou, ik ga het nog een keer proberen. Oh, huh? Nu ga ik ineens wel door de baby in. Ja, inderdaad. Heel raar. Dan heb je de baby niet goed geraakt.
Dag Dylan. Hallo, ik was hier om jou te wachten. Oh, dag. Ja. Hey. Hallo. Hallo. Ja, ik denk dat we misschien wel genoeg opgewarmd hebben. Denk jij dat het tijd is om Piggy die gaan te spelen? Ja, zeker. Ondertussen ben je aan het weglopen. Dylan, blijf. Ja. Oké. Okay. Ik ben aan het kijken. Oh, dit is ook wel leuk. Allemaal is. Maar ik wil best Piggy doen, hoor. Ja, geen vind probleem. Ik goed. Okay. Oh! Ik blijf hangen. Sucker! Ik ga hem afsluiten. Het is tijd voor Piggy. Ja, time. Tijd voor Piggy. Let's do it. Waar zijn we? Oh my god. We zijn op het circus. Oké, nu is het misschien wel een goed moment om een beetje uit te leggen. Want je hebt het natuurlijk nog nooit gespeeld, toch? ja, misschien wel. Zorg ervoor dat die Piggy je niet aanraakt. Wegrennen. Oh my god. Laat vast, Dylan. We moeten gewoon ervoor zorgen dat Piggy van ons afgeschud wordt. Wacht. Nee. Ben je af? Ja, ik heb hem even afgeleid voor je. Dat is precies waarom ik het heb gedaan. Ik ga even kijken wat jij aan het doen bent. Even kijken. Waar ben je? Oh, daar ben je. Goed zo. Yeah. Blijf het van je afschudden, Dylan. Kom op. Ik ga je boven. Hij is geslagen. Nee. Spring er vanaf. Snel. Nee. Nah. Help. Oh, dat is eng, man. Wat moet ik doen? Je moet sleutels vinden. Om dat hok te openen heb je dan een oranje sleutel nodig. En die liggen meestal op bankjes. Ik ben aan het gluren. Dit is een hamer. Oh nee. Ik ga hem weer afschudden. Let op. Ja, dat gaat niet lukken. Ga je niet lukken? Oh, wow, je kwam echt heel dichtbij. Kom op. Je hebt nog maar 40 seconden. Wel goed afgeschud. Sleutels? Dat is waar je dus iets moet inzetten. Piggy komt achter je aan, Dylan! Ik schrik me kapot! Hé, ze zijn iets aan het doen. Oh ja? Het is een oranje sleutel. Game over. Nee, ik ben de Piggy! Ben jij Piggy? Ja! Dylan! Nee! Ja, ik ga jou pakken. Nee! Nou, beter wel dat je mij laat ontsnappen. Ik ga jou pakken! I'm coming for you! Oké, ik ga gewoon zo snel mogelijk. Touch players to catch them. Okay. Hoe kom ik naar jullie? Ja, je moet even 30 seconden wachten. Nee. Maar ik heb traps. Oeh. Kan nu dus gewoon niet tegen het publiek gaan zeggen wat ik heb. Want dan weet jij wat ik heb en waar ik ben en zo. Oké. Okay. Ik doe mijn best hier. Nee! Hallo! No, don't! Oh. Dylan, ga maar achter iemand anders aan. Hij gaat natuurlijk helemaal mij uitkiezen. Ik heb nog nooit zoveel hartkloppingen gehad. Ik vind jou echt een enger. Heeft hij ook nog een trap neergezet, jongens? Kijk dan. Dylan is gemeen. Helemaal niet. Okay. Helemaal wel. Ja, hallo. Siem. Ik heb Siem. Oké, goed zo. Ik stond stil. Hallo! Ik maar hopen dat je me niet zag. Verdorie. Ik zag je daar heel zielig zitten zo. Jongens, help me. Ik zie helemaal niks hier liggen. Waar moet ik naartoe? Verdorie. Wacht jij maar, Dylan. Ik ga ervoor zorgen dat ik een pistool krijg. En dan zet ik je toch eventjes vast. Wat is dit? Er zijn allemaal spiegels. Oh nee. Hallo! Oh my goodness! Ik heb deze nodig, Ja, ik heb hem. Oh, gelukkig heb je de... Nee! Ja, ik had een trap neergezet. Oké, we zitten in de school. We hebben 30 seconden zonder Piggy. Dus we moeten op zoek naar sleutels. En onthouden waar, zeg maar, de sloten zijn. Dus daar is een groene deur. Ga daar omheen. Oh, waar ben je? Ik heb een gele. Maar je bent alweer weggelopen. Ik heb een blauwe. Goed zo. Ik heb nog geen blauwe deur gezien. Hierboven is een rode. Piggy is wakker. En ik zag hem. Piggy zit achter mij aan. Beneden in de gang. Ze komt naar boven. Oké, ik ben beneden. Oh, ze heeft iemand knock-out geslagen. Oh, ik zie een blauwe deur hier. Beneden? Ja, het is bij de kluisjes. Ik ben bij heel veel kluisjes. Paars en blauwe kluisjes. Ik zag Piggy. Ik zie het een groene. Rode kluisjes. Daar ben je. Ja. Oh, top. Ik schrok ook een Piggy van hem. Hier. Druk op 1. Oh ja, daar. Yes. Oeh, een boek. Ik weet waar die moet. Ik weet niet waar de ranch moet. Moet ik daar iets mee maken? Piggy! Piggy. Waar zijn sleutels voor het slot? Oh, hier is je ranch. Dylan! Naar die rode deur met de rode strepen en de lasers, zeg maar. Daar moet je hem in doen. Oh my god, dit is gewoon een escape room. Oh, hier is ook nog iets. Waar zei je? Hey! Ik word zo
fout. Ik maakte echt een hele domme move. Let's do it. Okay. Ik ga achter jou aan, Dylan. Ik wil vinden wat hier jij zijn vindt. Rode sloten, blauwe sloten. Nee. Hier beneden. Ligt hier misschien iets in? Meestal. Oh, paarse. Paarse. Oranje. Paarse is sowieso een kluisje. Ik weet waar dat is. Volgens mij is die binnenin. Ja, hier. Ja, daar. Ja, ja, ja. Oh, hier zit een wortel in. Oh, een wortel. Oh ja, pak die maar. Die is handiger. Die ranch. Niet de wortel. Nee. Die. Niet? Ja. Oké. Piggy! Nee! Piggy, waar moet die ranch doen? Ik weet het. Ergens. Wacht, hier moet ik. Daar, zo, daar. Kom hier, Dylan. Hier. Oké. Ik ga nice. Hierin. Nice. Oh, ik heb een boek. Ik heb hier een gele sleutel. Oh. Piggy! Piggy is in de basketbalruimte. Oké, ik ben weg. Piggy zit achter mij aan. Ik herhaal, Piggy zit achter mij aan. Oh, wat heb jij nou ook alweer? Gele sleutel. Piggy. Nee, ik wil naar boven. Is Piggy bij jou? Ik vind het niet zo leuk. Oh, daar is Piggy. Staat hier. Haha, okay. Sorry, ik ben al door. Ik ga wel door met... Oh, hier kan je de wortel geven. Het konijn gaat achter Piggy aan. Maar ik... Maar, oh ja. Maar wacht. Ik heb dus geen wortel. Oh ja, je moet je wortel weer even pakken. We hebben nu wel weer een gele sleutel nodig. Ik heb de gele sleutel, toch? Oh, ja? Waar ben jij? Ja, hier. Piggy is gone for 20 seconds. Ja, heeft de konijn gedaan. Nice. Stop hem erin. Goede sleutel. Maar waren dat deuren of kluisjes? Ja, sowieso deuren. Piggy, loop weg. Oh. Dylan, je gaat er naartoe. Dylan, waar is de groene deur? Ik heb alles gehad. Ja, ik ook. Hè? Ik ben echt helemaal, ik ben helemaal de wap, van de waps. Ik weet het gewoon niet. Ik heb alles, ik ben overal geweest. We hebben iets opengemaakt. Dylan, kom naar beneden. Kom naar waar Piggy is. We hebben zilveren sleutel nodig. Zilver? Ik heb een rode sleutel. Ik heb een rode sleutel gevonden. Oh, hier, daarboven. Ja, ik kom erboven. Ik wil niet door Piggy gepakt worden. Ik weet niet wat Piggy aan het doen is. Hij zit volgens mij vast, maar maakt niet uit. Oké, ik ga naar boven. Ik loop de trap op en... Ja, hier. Als het goed is, zit daar een zilveren sleutel in. Oh ja, hier. Yes! Ja? Nee, een hamer! Hij heeft de zilveren sleutel! Oh, ja, hij was te snel. Kom. Waar is die? Hup, hier naar beneden. Okay. En dan rechtdoor, nee. Volgens mij. Oh, we hebben nog maar 2 minuten. Ik hoop dat hij weet waar hij naartoe moet. Hij is hier. Wacht, waar? Waar is die? Oh, ik word gebeld. Waar ben je? Dylan, ben je? Hallo? Oh, ik Dylan. Hoor je niet meer! Dylan, hallo? Spring als je me hoort. Dylan! Spring als je me... Oh nee, je hoort me niet. Nee! Hallo? Ja, daar ben je weer. Daar ben je. Oké, waar moeten we naartoe? Paniek, ik werd gebeld, sorry. Oh, dat was het. Ik dacht, hè? Waar was die man? Nee! Ik had moeten onthouden waar we naartoe moesten. Was het een slot of wat was het? Het was een laatste slot. Ik denk dat zeg maar de uitgang is. Oh, mensen gaan nu echt kijken en zeggen dat we dom zijn of zo. Oh, hier is het! Dylan! Ik zie het! Waar? Piggy komt achter me aan. Oh, nee, maar... Wat kan ik met die hamer? Kan ik iemand slaan? Kan ik iemand slaan? Ik weet niet wat je met de hamer kan doen. We zijn zo dichtbij. Nee! Daar naar beneden? Nee, hier naar beneden. Maar het probleem is dat we dus geen zilveren... Ah, game over. Die knaap! Ja, verdorie. Die knaap! Oké, Dylan, we zijn nu in de mall. We moeten op zoek naar sleutels. Oh, ik heb hier een oranje sleutel. En een gele. Dylan, kom, pak. Oké, ik kom. Hier. Ik dacht dat ik achter jou aanrende, maar het is een ander meisje die er precies hetzelfde uitziet. Story of my life. Het paarse slot is hier. Ja. Hier hebben we sleutels. Ik heb een oranje en gele. Ik heb een geweer. Oh, nou dan pak ik de oranje. Hier is oranje, hè? Zie je mij? Nee, maar ik weet wel ongeveer waar je naartoe bent gegaan. Waar we gespannen zijn. Thank you. Yes. En als je geel ziet... Oké, hier moeten we een soort van spiegel in doen. En wat moet ik met dat geweer? Je moet dus nog wel eventjes kogels pakken. En dan kan je Piggy schieten. Maar je hebt maar 1 kans. En dan is Piggy voor 20 seconden eruit. Oké, ik heb hier blauwe. Ja, goed zo. Ze heeft een deur opengemaakt hier. Nice. En hier, wat zit hier? Ah, Piggy! Er zit niks in. Huh? Oh, Piggy is alweer wakker. Ja, hij zit achter mij aan. Ik herhaal, hij zit achter mij aan. Maakt niet uit. Ik pak het wapen. Oh, hij is daar. En dan pak ik ook nog de bullets. Oh, hier, kom maar, hier Piggy. Zijn de bullets. Ik ga hem pakken, hoor.
Oké. Oh, ik heb hier een rode sleutel. Nee, oranje. Ja, ik heb hem. Ik heb Biggie. Hij is er even 20 seconden knock-out. Maar nog steeds op zoek naar het gele slot. Oh, hier is een blauw slot. Een sleutel. Ik heb geel en gele kluis hier. En ik heb... Oh, hier. Heb je rood? Oh, waar is mijn gele sleutel? Ik heb nou een blauwe sleutel gepakt. Volgens mij had ik hem hier neergelegd, toch? Toch? Ja. Oh my god, Piggy. Let's do it. Yes. Oké, ik heb een wrench. Dan moet je door dat kleine luikje. Ja, oh, dat vind ik zo eng, dit. Oké, ik moet bullets hebben. Ja, hier zijn bullets. Oké, nu kan ik schieten. Hoe schiet ik? Hoe schiet ik? Wat? Hoe schiet ik? Klikken. Oh jeetje, ik heb hier twee dingen. Wat? Hoezo was die mis? Nee! Oh, Piggy liep langs me. Volgens mij zag hij me niet. Links? Okay. Ja, hier. Ja. En dan? Ik weet nog niet wat je ermee moet doen, maar hij is nieuw. Dat weet ik sowieso. Oh my goodness. Ik heb hier een groen kaartje. Waar moet ik dat instoppen? Niet hierin. Misschien in de kassa. Nee, ook niet. Nee, ook niet. Spiegel, ook niet. Dylan, we hebben nog maar 4 minuten. Piggy staat bij mij. Piggy heeft mij ingesloten. Hier, Piggy. Hallo. Zie je mij? Ja, ik zie je. Ik probeer hem af te leiden, maar hij komt er niet aan. Wat doet hij nou? Piggy komt achter me aan. Kom maar. Dylan! Ja, ik ben weg. Yes! Oh, nee. Ik weet waar je de crowbar moet doen. Hier, ik sta er. Hierboven. Oh nee. Ik zit vast. In de deur. Hier zo. Ik zie jou niet. Hè? Ik sta hier. Piggy heeft me. Echt? Ja! Oh. Ik heb mijn leven opgegeven voor je, Dylan. Oké, nou heel erg bedankt, Dylan. Ik vond het geweldig. En, jij bedankt. Wat mij betreft, twee duimpjes omhoog. Yes! 20 second rap out. Oki, Lambert, Jami, Noah, Floortje en Manisha. Avon, Mila, Gulistan, Elvan, R, Alicia. Rachel, Mariam, Lijf of Roos en Eva, Sanne. Rubia, Mia, Mary, B, Lotte, Gertie, Hanne. Queen, Nathalie, Evie, Lily en Christina. Anna, Ella, June en Marionne, Natalina. Junior, Susa, Jos en Naomi, Nora, Clara. Oh, hi, hier is Laura, Lieke, Diba, Lara. Yes, je hebt deze video helemaal tot aan het einde bekeken. Super tof. En wil je nou ook heel erg graag met jouw naam en reactie kans maken om in de 20 second wrap-out van volgende week te komen? Dan hoef je er alleen maar eventjes naar te vragen in de reacties hier onder deze video. Makkelijker dan dat kan het natuurlijk niet. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!